Goedemorgen, lieve mensen. Dit is Lumeria met Wereldse Gebeurtenis, filmpje 104. Ik kreeg vanmorgen een reactie waarom ik niet meer aandacht besteedde aan het digitale gebeuren en dat je voor €100 kan kopen wat dan niet meer te traceren is. Dan heb je misschien mijn vorige filmpje niet helemaal goed begrepen. Of ik heb het niet duidelijk genoeg gemaakt. Dat kan ook. Dus waarom post ik daar? Ik post iets minder dan gebruikelijk. Omdat ik zie op alle kanalen op Telegram. Wordt er verschrikkelijk veel gedeeld. Ik heb jullie in het vorige filmpje ook al uitgelegd. Dat ik tot begin januari. Geen actie verwacht. En ik kan het natuurlijk mis hebben. Maar dat is gewoon al over 5 weken. Hè? En wat ik in de afgelopen jaren geleerd heb, is dat de whiteheads er alles aan doen om zo weinig mogelijk schade bij de mensen en op de wereld te veroorzaken. Het is dus een optelsommetje van alles wat er nu speelt. En er spelen echt wel hele spannende zaken. De Supreme Court moet nog naar buiten komen met bepaalde conclusies en adviezen. Het onderzoek wat gelast is tegen Joe Biden, dat is ook een dingetje. Maar over 2 weken gaat iedereen met kerstreces, jongens. Dan gebeurt er niks meer hoor. Of het moet een natuurramp zijn, of het moet iets zijn wat ze in scène hebben gezet. We zijn in de afgelopen jaren best wel wijzer geworden in wat strategisch gebeurt, ja of nee. Maar als jullie het zo spannend willen maken, dan moeten jullie dat vooral doen. Ik vind het alleen zo jammer dat je dan zo weinig geniet van de mooie en leuke energie die er is. Het lijkt erop dat een hele grote groep mensen verslaafd zijn aan de excitement, aan de spanning. Dat men heel graag wil dat wij ook vertellen, oh, er komt martial law. Ik weet wel hoe je het schrijft. En ik heb dat in het vorige filmpje heel bewust anders geschreven. Iemand refereerde ook aan de Marshallgelden na de Tweede Wereldoorlog, waarmee eigenlijk Amerika de provincie van Duitsland, genaamd Nederland, kocht. Het systeem wat wij nu hanteren, dat project loopt al heel lang, bijna 100 jaar. Alleen de techniek, als je nou bedenkt dat onze techniek eigenlijk 70 jaar al vooruit loopt. Als je dan 70 jaar teruggaat, dan zit je in 1950. Dus dat is ten tijde van de Marshallgelden. En weet je dat nou niet? Kijk, dan ga je dat eens even opzoeken wat dat is. Dus met de kennis dat onze techniek eigenlijk al 70 jaar vooruit loopt. Als je dan 70 jaar terug in de tijd gaat, dan kom je dus net na de Tweede Wereldoorlog. 1950. 1952 al. Dus in 1952 wisten ze al van alle technieken die wij nu gebruiken. Dus deze Zoom en het achtergrondje, de CBSC, de QFS, wisten ze allemaal al. En als we dan 70 jaar nu in de toekomst gaan kijken, dan zijn wij dus 2000, oh veel te erg, 82, 92. Dan zullen ze deze oorlog de onzichtbare oorlog noemen, omdat zoveel mensen deze oorlog niet herkenden als het ware het een oorlog was. De onzichtbare oorlog. En dat is waar wij nu volop in zijn.
De technieken van 2092 zijn al bekend. En wij zijn 2022. Alles wat wij nu weten, wist men dus 70 jaar terug al. Het kan twee kanten op. En het zal steeds meer lijken alsof de Black Hats, Kaar, Swaap en Kornhuiten het winnen. En het gaat jullie vertrouwen op de proef stellen. En dat heeft het ook al gedaan. Maar het zal nog veel intensiever worden. Dat je met je telefoon een wallet hebt met pasjes. Dat gaat er gewoon aankomen. Gaat gewoon gebeuren. Ook al ga je nog zo protesteren. Dat is een vaststaand feit. Net zo'n vaststaand feit dat al die boeren hun boerderijen gaan verkopen. Want als ze het niet doen, wat Peter Bierhoff gisteren ook uitlegde. Peter Bierhoff had gisteren een update. Die legde daarin heel erg mooi uit. Ze hebben geen keus. Of je neemt de waarde die op dat moment de regering je geeft. Of je wordt uitgekocht, onteigend. En dan krijg je heel veel procenten minder. Maar het eindresultaat is hetzelfde. Jij gaat van die plek weg. En de stikstof die vrijkomt, dat wordt handelswaar. Dat is wat ik jullie de vorige keer ook al vertelde. Dat gebeurt op dit moment. Want dat gebeurt dan. Dat is een vaststaand feit. Dat jij een wallet op je telefoon krijgt met digitaal geld, is een vaststaand feit. Dat gaat gebeuren. Daar gaan wij niet onderuit. En dat hoeft ook niet. Als het maar goed geld is. En dat wij zelf de beslissing daarover kunnen nemen. En dat gaat een close call worden. En ik denk zelfs dat dat nog wordt ingevoerd ook. Dat wij bedragen vanaf 100 euro moeten verantwoorden. En dat je niet meer dan 3000 euro mag hebben. Ik denk dat dat eigenlijk wel een scenario is waar jullie rekening mee moeten houden dat dat gaat gebeuren. Maar is dat iets om bang van te worden? Is Klaske nou omgekeerd en bij de Black Hats gegaan? Nee, ik heb alleen inzicht gekregen in de White Hats, hoe die functioneren. En ik weet natuurlijk peanuts, ik weet niks. Alleen ik heb wel een inzicht en ik weet van Intel dat het er heel dicht tegenaan gaat komen. Het QFS-systeem en het Maxima-systeem. Dan weten jullie wel wat ik bedoel. Het QFS-systeem wordt uitgerold doordat ze alles in het werk stellen om het Maxima-systeem voor het publiek uit te rollen, is dat ook een wake-up call. Maar zolang mensen barbecues aansteken in huis om hun huis te verwarmen en daardoor komen te overlijden, jongens, dan zijn we nog heel ver weg. Zolang mensen nog hun kacheltje op 14 graden zetten en een uurtje per dag de cv aandoen, dan zijn we nog heel ver weg. Die mensen die dat doen, wil ik zeggen, doe alsjeblieft je kachel aan. Je kan je termijnbedrag verlagen. En kan je niet meer betalen? Doe een oproep. Ga kijken hoe jij op welke manier hulp kan krijgen. Maar laat jezelf niet in de kou zitten. Ik heb misschien makkelijk praat. Maar mijn kachel gaat echt niet uit. Zeker niet op 40 graden en een uurtje per dag de cv aan. Omdat ik het anders niet zou kunnen betalen. Dan vind ik jou echt een oorlogsslachtoffer. En ook vraag ik jou om beter na te denken. Sorry, dat vraag ik van jou. Al die mensen die hun kachel uit hebben gedaan. Denk goed na, want je huis gaat echt de vernieling in. Jij zelf gaat de vernieling in. En de Maxima aanhangers hebben dan gewonnen. De Klaus Schwab aanhangers, die hebben jou precies waar ze jou willen hebben. En is dat het dan wat jij
wakker worden noemt. Je kan wel wakker zijn, maar je gedragen als een wakkere is ook iets. Je termijnbedrag naar beneden doen. Ga maar om. Ik heb ook mensen die niet wakker zijn. Die hebben gewoon met hun energieleverancier overlegd. Moet je luisteren. Ik kan het gewoon echt niet betalen. En die termijnnota, want ze hebben hem expres heel hoog gezet. Die moet gewoon omhoog. Of omlaag. Je krijgt volgend jaar pas de eindafrekening. En dan zullen mensen zien dat er heel veel mensen geld terugkrijgen. En dan heb je nu in de kou voor gezeten. Het vraagt dus, wat ik al eerder heb gezegd, actie van jou. In deze onzichtbare oorlog is het nodig dat jij jezelf zichtbaar maakt. En jezelf zichtbaar maken is niet wat ik doe. Jezelf zichtbaar maken is met je energieleverancier bellen van hallo, wat kunnen wij overleggen? Wat kan ik betalen? En wat kunnen jullie voor mij doen? Ik wil wel graag betalen, maar ik ga niet in 14 graden zitten en 10 truien aan. Dat ga ik niet doen. Dat moet jij jezelf niet toestaan om te doen. Morgen zag ik het bericht dat iemand dus een barbecue had gebruikt om zijn huis te verwarmen. Je hebt kleine elektrische kacheltjes. Vroeger zei men, oh, elektrische kacheltjes, veel te duur. De kacheltjes van tegenwoordig zijn heel zuinig. Soms kan je beter inderdaad een elektrisch kacheltje nemen. Maar let erop, je huis, je muren, je vloeren, het heeft een basiswarmte nodig. Want anders gaan we toch 50 tot 100 jaar terug in de tijd. En dat is niet de bedoeling. Als straks met ons allen, want jullie zorgen ervoor, door hem op 14 graden te zetten, dat het allemaal nog veel langer duurt voordat wij uit de shit zijn. En ja, ik snap het wel. Het is als jij 300 euro moet betalen en je hebt een WAJONG-uitkering of je hebt een bijstanduitkering. Nou, lang leven de bijstand. Dan zou ik gewoon naar de gemeente gaan. Kijk, alsjeblieft, ik kan niet betalen. Ja. Maar de hardwerkende mensen onder ons, die kunnen niet even naar de gemeente. Want dan zegt de gemeente, ja, maar daar is al dat potje vol van de regering. Dus mensen met een uitkering, ga alsjeblieft de potjes van de gemeente gebruiken. Daar zijn ze voor. Dus het is op mijn dag. Ik heb van de week ook het filmpje gemaakt over besparingen. En ik ook lees daaronder eens de reacties. Echt hele mooie reacties gekregen. Ook heel veel tips nog. En dat is ook wat het goed maakt. Hè? Dat wij, dat is je zichtbaar maken. Dat je een reactie doet. Dat je zegt, oh, vliesdekens, hartstikke goed. En ik heb dus gemerkt, want diegene van de vliesdekens, die had mij dus bericht gedaan. Waarom is mijn reactie weggaan? Ik heb niet een reactie van vliesdekens gezien. En pas vandaag, vanmorgen zag ik hem. Dus daar zit een vertraging in. Het is een onzichtbare oorlog. Hè? Dus als jij een reactie doet en het is een lange reactie, dan kan het best wel zijn dat het even duurt voordat het zichtbaar is. En wees gerust, reacties blijven gewoon staan. Het is heel enkel dat ik een reactie weghaal. En waarom haal ik dan weg? Als je gaat schelden, als jij gaat vloeken, dat doen we niet. Nee, ik vind dat wij met z'n allen vriendelijk kunnen blijven. Dat kost niks. Goed, de komende 5 weken zitten wij nog in 2022. De energie wordt steeds zwaarder, maar het is ook maar net hoe zwaar jij het maakt. Probeer in deze komende tijd alles wat jij negatief bedenkt om te keren, omdenken, herkaderen. Positief denken. Ik heb last van mijn rug. Oh, wat fijn dat ik last van mijn rug heb. Dan weet ik in ieder geval dat ik heel veel kan dragen. En dat ik iets te veel gedragen heb. Oké. Dus, wat er ook gebeurt.
Bekijk het positief. Ga voor jezelf ook puzzelen. Hoe kan ik, nou ja, dat de regering dat graag wil met die temperaturen naar beneden. Dat is fijn voor de regering, want dan hebben al die regeringsgebouwen, die verbruiken dus minder stroom en gas. En hoeven wij straks minder belasting te betalen en dan houden wij wat over. Kunnen wij ons huis gewoon op 19 tot 20 graden zetten, overdag. Maar zet dan niet die kachel 's avonds op 15 graden, want dan klapt die energie een heel stuk naar beneden. Ik heb het geprobeerd, ik dacht eens even kijken wat dat doet. Dat gaat zo schommelen in de energie, daar wordt een huis ook niet blij van en jij ook niet. En toen ben ik weer, wat ik altijd deed, de kachel op programma. En overdag 18,5, 19 graden, want ik ben niet vaak hier in huis. En dan als we thuis komen op 20 graden en gaan we slapen op 18 graden. En dan heb ik gewoon gekeken. Ik heb een week lang heb ik helemaal gewisseld, zo koud mogelijk. En ik heb die stabiele lijn heb ik gedaan. Wat denk je wat minder gas en stroom verbruikt? Juist. Die stabiele lijn. Want als jij die stabiele lijn hebt, als je één keer die basistemperatuur op 18 graden hebt, kost het niet zoveel om die 18 graden te behouden. Maar zet je hem naar 15 graden, dan klapt die temperatuur naar beneden en moet dus, vroeger hadden wij bij ons thuis, in het ouderlijk huis hadden wij gaskachels. En dan gingen we met z'n allen met de kont op de kachel of met z'n allen met de rug tegen de kachel aan, want het was zo koud in huis. Maar die kachel loeide en loeide, want die moest zo hard werken om dan de kou in te halen. Dat is wat jij doet als jij dus die kachel 's nachts op 15 graden zet of lager nog. Dan als jouw huis een basistemperatuur heeft, dan kost dat niet zoveel moeite om die op die basistemperatuur te houden. Ga dat maar eens uitproberen. Een week lang het ene en een week lang het andere. Dan zal je zien dat met de stabiliteit dat jij je en comfortabeler en gezonder voelt. En dat je gelukkig bent dat je de wereld beter aan kan. Want dat is ook nog zo. Als jij in een koud huis komt, dan word je met de neus op de feiten gedrukt hoe armoedig jij het hebt. En hoe ernstig het is. En je zet de droger niet meer aan en je doet de was in de kamer waar de kachel brandt. Jongens, dat is 50 jaar terug. In het vorige filmpje van de mensen het ook niet leuk dat ik dit allemaal vertelde, maar dit is wel de werkelijkheid. Je gaat toch niet 50 jaar terug in de tijd? Wij willen 70 jaar inhalen. Wij willen nu al die technieken die wij over 70 jaar eigenlijk nog maar krijgen. Dus wij krijgen nu de technieken die in 1952 al bekend waren. 70 jaar later. Het QFS wordt uitgerold naast de CBSE. CBDC. Die. Maxima. En het gaat er, het is een nek-aan-nek race. En waarom? Omdat dan het QFS heel makkelijk uitgerold kan worden en niemand, want als er vragen over geld gaan komen, over andere bancaire instellingen, van het SWIFT naar het QFS-systeem, als dat gebeurt, dan gaan mensen in onrust. Nu laten ze het QFS samen met de Maxima Digital Currency, laten ze gewoon uitrollen. En mensen die gaan als automatisch piloten, ook de wakkeren, die gaan er tegenin. En alle strijd wordt dus nu gevoerd. Alleen de QFS zal gewoon dezelfde soort systeem zijn. Want je bent afhankelijk van systemen. Want we gaan niet 100 jaar terug in de tijd. Dat doen we niet. Alleen met het QFS gaat het veel sneller. Met het QFS is jouw geld jouw geld en gaat niemand jou vertellen wat je ermee mag en niet meer mag. In het Maxima systeem krijgen we inderdaad reprimandes als wij wel een stukje vet eten terwijl we al obesitas hebben. Of dat jij alleen maar vetarme producten eet terwijl jij eigenlijk een eiwitrijk
programma moet volgen. Dus alles wordt in het Maxima systeem gekoppeld aan jouw geld. Dus jouw gezondheidssysteem, wat je doet, of je genoeg sport, of je genoeg je gezondheidsbehandelingen allemaal neemt. En doe je dat allemaal niet, dan heb je dus een probleem. En dan kom je ook in films zoals The Hunger Games of Divergent. Nou, laat mij dan maar factieloos zijn. We redden ons wel hoor. Hoe we het ook wenden of keren, wij gaan het gewoon redden. Dat is een vast vertrouwen wat ik heb. En dat is wat ik van jullie vraag. En de komende 5 weken, je kan mij ontvolgen op Telegram, omdat ik niet meega in de angstberichten. Ik doe het gewoon niet. Er kan van alles komen. Q-drops die komen. Andere berichten over alles waarvan wij wel weten dat het nog wel even kan duren. Het gaat langzaam. Wees blij dat het langzaam gaat. Doordat het langzaam gaat, vallen er minder slachtoffers, hebben mensen meer tijd om tot besef te komen hoe gruwelijk de wereld in elkaar zit. Geniet van deze periode met de lichtjes buiten. Geniet van deze periode en ga bij mensen op bezoek. Ga je verbinden. En ga liefde en licht delen. In plaats van alle nieuwsberichten te volgen. Natuurlijk is Qatar een vooropgezet spel. Maar speculeren wat daar nog kan gebeuren, dat helpt helemaal niks. Ga genieten in het hier en nu. Dat is mijn belangrijkste boodschap. Je mag genieten van het leven. In warmte, in veiligheid. Dat is wat ik jullie vandaag wil meegeven. Ik wens jullie een mooie dag.